Want wij zijn het volk dat naar Spanje op vakantie gaat en dan Rob Geus erachteraan om daar te kijken of ze daar wel frikandellen kunnen bakken. Weet je, dat is toch een beetje. Dat is de cultuur. Dat is hoe wij, ik vind sowieso dat het integreren ernstig overschat wordt. Dat is een ander verhaal, maar ik denk echt. Natuurlijk, het is belangrijk dat mensen de taal spreken, dat mensen snappen hoe dingen hier werken. Maar dat proberen we nu te bereiken met een inburgeringstest. Ik kwam laatst toevallig op internet een paar vragen tegen uit de officiële inburgeringstest. Ik schrok me rot. Ik kon er geen één beantwoorden. En ik woon hier al een tijdje. Ik ben sindsdien ook heel bang dat we een keer onverwacht geëxamineerd gaan worden. Weet je wel? Dat we een keer onverwachte overhoring krijgen en dat we allemaal het land uit moeten. Op een paar allochtonen na die het al een keer uit de kop hebben moeten stampen. Hè? Maar, nee, maar echt jongen, dat is, nou, gewoon als voorbeeld van wat je dan te beantwoorden krijgt. Dan moet je bijvoorbeeld als vraag beantwoorden. Hier, uit de officiële test. Wanneer vinden Nederlanders je betrouwbaar? A. Als je vriendelijk bent. B. Als je op tijd komt. C. Als je veel diploma's hebt. Zeg maar, ja. Het enige wat ik zeker weet, iemand die vriendelijk is, op tijd komt en veel diploma's heeft, die vertrouw ik voor geen meter. Die heeft iets te verbergen. Die werkt bij de bank of de verzekering, maar dat kan geen zuivere koffie wezen. Nou, bij dit soort vragen, met je hele lijsten vol. Welke uitspraak is waar? A. Nederlanders denken verschillend. Blijkbaar zijn er ook landen waar iedereen hetzelfde denkt. Of B. Nederlanders zijn allemaal hetzelfde. Dat slaat natuurlijk ook nergens. Marokkanen zijn allemaal hetzelfde, maar Nederlanders zijn heel. Nou ja, dit soort dingen. Hele lijsten vol, weet je wel. Maar volgens mij gaat dit ook helemaal niet werken. Volgens mij gaan mensen hier niet beter van integreren als je ze streng allerlei vragen voorlegt. Volgens mij moeten mensen zich eerst een beetje op hun gemak voelen, moeten zich een beetje thuis voelen. Dat vond ik ook het enige mooie aan al die vluchtelingenproblematiek van de afgelopen tijd. Op een gegeven moment had je mensen die gingen vluchtelingen ontvangen. Dat vond ik mooi. Dan kwam er ergens een bus vluchtelingen aan en dan stonden daar mensen. En die stonden ze gewoon welkom tegen, die gingen klappen en die hadden borden met welkom refugees en die gingen ze meenemen en de weg wijzen en dingen uitleggen. Dat ik dacht, ja, dat is wel fijn naar binnenkomen. Het is ook leuker om naar te kijken. Ik zat er naar te kijken. Ik dacht, nou, dit zou het eerste jaar kunnen worden dat de intocht van de vluchtelingen gezelliger verloopt. Nou ja, dan. U begrijpt een beetje waar ik heen wil, hè? Het Sinterklaasfeest is zo langzaamaan geradicaliseerd, kunnen we wel stellen. En ik vond dit ineens een heel mooi alternatief. Ik dacht ook, misschien is dit wel de beste manier om het te doen. Dat we ze echt ontvangen. Dat we gewoon elk jaar half november zeggen, we halen de asielzoekers binnen. Dat we er een intocht van maken. Elk jaar in een andere gemeente komt er een boot uit Lampedusa. Kindjes op de kade. Zie ginds komt de roeiboot, weet je, met liedjes en vlaggetjes. Dat er ergens een burgemeester trots staat te glimmen dat hij dit jaar de asielzoekers mag ontvangen. Dat doen we het asieljournaal met Diewertje Blok, dat we er naartoe leven. He, en dat het dan ook echt spannend is of de boot wel gaat aankomen dit jaar. He, dat we het een beetje feestelijk maken. Ik weet zeker dat die mensen veel vrolijker binnenkomen en zich meteen veel meer thuis voelen. En denken, ja, hier wil ik bij horen. Hier ga ik mijn best voor doen. Die gaan meteen de taal leren. En dat hele integreren, nou ja, dat heb je echt zo uitgelegd. Hoe Nederland werkt is volgens mij echt in één liedje samen te vatten. Dat zou je gewoon vanaf de kade kunnen toezingen. Een gezellig Hollands integratieliedje. Dat heb je zo gefixt. Je kunt leren wat de watergeuzen deden en hoe Willem van Oranje werd vermoord. Maar van stadhouders en van Philips II heeft ook de Nederlander zelf maar vaag gehoord. Dus je kunt leren wat de hoofdstad is van Drenthe en wie de hunnebedden heeft gebouwd. En het verschil tussen rozijnen zien en krenten en weten waar de koning is getrouwd. Al heb je maandenlang braaf gestudeerd, je bent nooit helemaal geïntegreerd. Maar koop een steiger, houd de tuinbank bij Karwei en je hoort erbij. Dat dit over tienduizenden jaren het enige nog is, zeg maar, wat de piramides waren voor de Egyptenaren. Dat die Google-kelders dat een beetje zijn voor onze beschaving. Dat over 10.000 jaar een archeoloog zo'n kelder vindt en binnentreedt en dat hij denkt, wauw, ik heb het graf van koning Gogol ontdekt.